En deze noem ik zelf de slawarma. Ik ging een paar keer echt bijna oud gewoon. Hallo lieve mensen, ter voorbereiding voor mijn week op junkfood, want ja, die komt heel snel online, leek het mij wel een goed idee om eerst een weekje op salades te gaan. De hele week, de hele dag alleen maar salades. Maar voordat je denkt, ja, salades alleen maar hartstikke gezond, dat wordt een topweek. Think again. Je hebt van die mensen die er 3 kilo geitenkaas op doen of een liter dressing. Ja, daar wordt geen mens beter van natuurlijk. Ik ga het ontdekken. Wat gaat deze week met me doen? Krijg ik het zwaar? Ik ben benieuwd. Zo, eerste dag van het experiment beginnen we fucking goed. Het is dinsdag en we hadden niet echt per se een deadline. Dus we dachten, we gaan gewoon naar het strand. Want het is eindelijk lekker weer in Nederland. Wat kijk je vies? Ik kijk de zon in, pannenkoek. Nee, niet pannenkoek. Salade. Oh. Oh boy. Hallo, hier zijn mijn benen. Met de blauwe plek. Taboulee salade met gegrilde groente. En nog wat meuk. Goedemorgen. Gisteren was heel gezellig, zoals je waarschijnlijk al door had. En vandaag ga ik ontbijten. Big surprise there. En toen dacht ik onder het mom van gezondheid, ja, salade. Ik heb natuurlijk geen zin om nu aan de linzen en aan de rucola te zitten om 8 uur 's ochtends. Dus fruitsalade! Alleen fruit is gewoon geen ontbijt. Dus vandaar dat ik er nog wat noten en zaden op heb gedaan. En daar ga ik nu lekker van genieten. En een tip van Marijtje. Als je een keer een fruitsalade maakt, snij je dan grote stukken fruit in plaats van allemaal van die kleine stukjes. Want dan lijkt het veel chiquer. Dat is een hoteltrucje. Ik heb geen zin om boodschappen te doen. Dus ik heb letterlijk alles wat ik nog in mijn koelkast en kast kon vinden eruit getrokken. En daar ga ik nu een salade van maken. Wie herkent dit probleem? Dat je eigenlijk net niet echt iets knaps kan maken. Dat je weigert om gewoon boodschappen te doen voor een degelijke maaltijd. Voilà! Nou, dat ziet er op zich best nog wel legit uit. Zoals je misschien wel aan mijn hoofd kan zien, heb ik net een hele intensieve kickboxles gehad. Wat heel leuk was. Maar ik merk ook echt dat ik veel te weinig heb gegeten. Want ik ging een paar keer echt bijna oud gewoon in die les. Dat ik echt even licht werd en zwart voor mijn ogen. En gewoon echt te weinig gegeten. Het was gewoon niet genoeg om ook nog eens een uur te slaan en schoppen. Dus dat weten we voor de volgende keer. Nu ben ik bij Sla om een lekker slaatje, saladetje te eten. Surprise, surprise. En als het goed is, komt Max er zo aan. Het is Bakti. Hebben we zin in een salade? Hebben we zin in? Gaan we lekker naar de tandarts? Wie wil er aan zijn voet geopereerd worden? Dat is een hele rare vraag. Hebben we zin in salade? Zijn er mensen die een ja op zeggen? Ja man. Anders blijf je voor eeuwig onderkind tv. Onderkind salade. Jam. Dit is echt hand for skill gewoon. Jesus. Zoveel chap. Ben je dan nu wel blij? Ja. Oké, SO naar sla. Want de salade was echt intens lekker. Ik heb het helemaal opgegeten. Ik zit intens vol, maar ik ben ook een intens gelukkig meisje nu. Gewoon sla, man. Oh, ik heb vet blauwe ogen zo, terwijl ik groene ogen heb. Vet dichte ogen zo. Goedemorgen, het is 10 uur en ik ga op kraamvisite, op babybezoek. Ik zit nog steeds vol van gisteren, maar op het kraam verwacht ik dan ook niet dat ze een salade van beschuit met muisjes serveren. Dus ik denk dat ik daar weinig ga eten. Maar ik ben ook vergeten te ontbijten. Dus wow, dilemma's en struggles en problemen. En wat heftig heb ik het toch allemaal, hè? Het is 2 uur bijna, denk ik. En ik heb nog niks gegeten. Maar ik heb iets bedacht. Ja, dit wordt een experiment, jongens. Dit gaat waarschijnlijk finaal mis. Maar ik ga een unicorn salad bowl maken, is de bedoeling. To be continued.
Oké, het idee is dus dat we rode kool gaan koken. Dan wordt het water, verandert dan van kleur. En dan laat je daar dus rijstnoedels in koken. Of kleuren. En dan worden die blijkbaar blauw. En door middel van citroensap erop te spuiten, zou je het mooi roze en paars kunnen krijgen. En dan heb je unicorn noedels. En daar gaan we een saladbol omheen bouwen. Ik heb de instructies niet heel goed gelezen, dus... Ja. Oh mijn god, het is gewoon gelukt. Roze noedels. Yay. En now we eat. Ik verwacht er niet heel erg veel van. Dat het heel lekker is. Oké, ik denk dat je sowieso van die dunne noedels moet houden. Ik hou daar überhaupt al niet echt van. Glaasnoedels bedoel ik. Conclusie, een superleuk trucje voor kinderfeestjes, maar voor de smaak hoef je het niet te doen. Ik wist niet dat ik het ooit nog zou zeggen, maar ik heb een prijspakker shawarma gekocht. Ja, ja. Kiloknallers! Maar hij is vegan. Is hij vegan of vegan? Vegetarisch. Anyways, de tweede salade van de dag wordt een iets minder gezonde. En deze noem ik zelf de sla. Tada! Slawarma! En het is fucking lekker. Niet heel gezond. Dat is ook niet heel verrassend, natuurlijk. Nee, dat ook niet. 85% shawarma vlees en saus. Als dit telt als sla, dan ben ik helemaal team sla. Meneer heeft hele lekkere pannenkoeken. Ik heb maar weer eens een fruitsalade. Welcome to another edition of tank tops and tiaras. Voor lunch heb ik nu een salade bij de Appie gehaald, zo'n kant-en-klare. Deze met quinoa en noten en spinazie, sojabonen, hennepzaad, notenmix en een... Oh, even in beeld Marije. En een soja gember sesam dressing. Nou, Jezus. Dat klinkt natuurlijk super gezond en... Alle ingrediënten zijn dat ook wel. Maar als je naar de lijst kijkt, de ingrediëntenlijst, dan zie je dat de helft van de lijst bestaat uit waar die dressing uit bestaat. En dat is, dat klinkt heel lekker, soja, gember, sesam dressing. De eerstgenoemde ingrediënten zijn de belangrijkste ingrediënten. Dus zeg maar waar het, wat er het meest in zit. En dat is zonnebloemolie, water, suiker. Niks geen. Soja, gember, sesam. Dus. Stay in school, kids. Waarom stelt hij nou heel scherp op jij? Ben je op jij, jou? Omdat ben je lekker? Ik weet wat belangrijk is. Als je dus denkt van, oh, gezonde salade, even snel, want het is natuurlijk wel lekker makkelijk. Kijk dan misschien of je gewoon die salade, die dressing eruit mietert en niet erover doet dus. En je eigen salade dressing misschien maakt met gewoon een beetje olie of wat dan ook. Wonderweg dat je altijd zo'n klein mini flesje dressing bij hebt die je zelf gemaakt hebt. Dan word je echt wel uitgelachen op school of op je werk, hoor. Dat moet je niet doen. Nou, als je hem dan in ieder geval voor thuis koopt, dat je dan gewoon je eigen dressing maakt. Wat ga jij voor dressing maken dan? Ik denk dat ik een... Help de mensen ook, in plaats van ze alleen met een probleem voor te schoppen. Oké. Okay. Ik denk dat ik een tagine... Nee, tagine niet. Tagine, dat is zo'n stenen toestand, hè? Ja, nee, zo, hoe heet dat? Tahine? Ja, tahine dressing gaan maken. Gewoon een beetje tahine, dat is van die witte sesampasta. Beetje olijfolie, beetje zouten peper. Oké. Okay. Je had een antwoord. Dit lijkt mij een adequaat antwoord. Nee? Oké. Okay. Dat is gewoon een kwaad antwoord. Nou, ik ga lekker chappen. Zo, we hebben als een echt fit couple hebben we gesport net samen. Een zaktraining gedaan bij de Vondel Gym. Bij de spierbal. Ik heb weer mijn favoriete salade nu van de sla gehaald. Want als ik dan eenmaal iets lekker vind, dan wil ik dat altijd ieder moment eten. En Max is aan het koken. Ik heb dingen aan het bedenken waar ik maar nergens op kan smeren. Ik ben trouwens wel benieuwd of jullie vaak sporten. Dus ik heb even een pol hierboven. En dan moet je even antwoord geven, want ik ben heel erg benieuwd. Is het Noord- of een Zuidpool? Ik denk dat als Young John Snow, toch? Young John Snow. Dat is het idee. Dat is het idee. Nee. Oh ja, deze is geslepen. Deze is geslepen. Ja, ja, ja. We zijn op wijnproeverij bij de ouders van Max. Max heeft een grapje bedacht. Ik heb de wijnproeverij wel gewonnen. Ja. Maar we hebben rode en witte wijn gedronken. Dus als je dat combineert in een schaaltje, dan is het natuurlijk een fruitsalade. Also, who's ready for the red wedding?
Zo, hallo, daar zijn we weer. Ik heb een salade gemaakt, maar je ziet de salade niet meer. Hij zit hieronder namelijk, de spinazie. Het zit er echt onder, ik zweer het. Hoppatee, beetje Herba Marije erop. Herba Marije. Nou, dus... Ready to go? Dit ziet er wel eigenlijk wel uit als iets wat ik heel erg ga eten. En het is ook nog eens Instagram waardig. Ja, laat eens zien dan. Doe eens, bewijs eens. Zit eens hier. Daar zo, hier zo. Hier, hier. Is het met mijn vinger erop ook Instagram waardig? Ik zit te eten. Nee, gatver. Mooie zonnestraal erop, alles. Skitterend. Nou, ik heb heerlijk gegeten deze week. Ik heb niet alle maaltijden uitgebreid gefilmd, want dat zou natuurlijk een beetje saai worden. Maar wat in ieder geval niet saai wordt, zijn salades. Het principe dat je natuurlijk gewoon van alles bij elkaar flikkert in een kom, maakt dat je, als je het goed doet, heel veel mineralen en vitamines binnenkrijgt. En dat is natuurlijk top. Dus ik zeg, sla voor president. Je moet toch gewoon zelf een feestje hier maken? Heb jij een favoriet recept, salade, dressing, wat dan ook? Laat het hieronder weten in de comments. Ik ben altijd benieuwd, altijd op zoek naar nieuwe recepten. Ik wil je weer bedanken voor het kijken en ik zie je volgende week.